Dit is Spakenburg Nu. Welkom. Vandaag kunt u kijken naar Gezonken Sloep. Opening Urk. Presentatie De Lijnclub. Expositie Marion Schaap. Kinderpark Meander. Donderdag zonk aan de westpier van de haven de sloep van René van der Waart uit Amersfoort. De laatste tocht van de sloep begon in Amsterdam. Met veel pech en ellende wist men via Almere Spakenburg te halen. Maar toen René in een restaurantje zat bij te komen, zonk de sloep op 4 november. De 7e november werd de sloep met behulp van een grote drijvende kraan en een professionele duiker uit Zwartsluis gelicht, geborgen en daarna afgevoerd naar Zwartsluis op het bergingsschip dat ook in de haven lag en ook gebruikt werd voor het lichten. Hebben de boot daar meegenomen, zijn we naar Almere gegaan, hebben we hem aangemeerd. Is die losgeslagen tegen de kant, pier kapot. Er gebeurde van alles, zijn we de volgende dag zijn we hem, met twee Range Rovers, hebben we met de lier hebben we hem rechtgetrokken. Hebben we hem kunnen hozen, zijn we gaan varen, kwamen de Stichtse brug, kwamen we opnieuw met een probleem, werd ik gebeld om goed te komen. Er was een kraanwagen, die zou hem gaan lichten. En een collega van mij die had een klein sleepbootje erachter. Die is op het sleepbootje gaan liggen onder die grote boot om de schroef te kunnen maken. En uiteindelijk liet de boot los uit de takels en kreeg die volle boot van 11 meter bij 3 meter breed bovenop zich. Heeft hij zich moeten laten zinken naar de bodem om zich te kunnen bevrijden van het kleine bootje. Uiteindelijk zijn we hier naartoe gevaren, moesten een keus maken of hier aanmeren of daar verderop bij het hotel. Dat is Almere als het goed is. En daar konden ze naar het water tillen. Dat hebben we niet gedaan. Ze zijn hier naartoe gegaan. Ik ben hier naartoe gereden. We zijn in de kroeg beland. En ik ben in de kroeg om te sluiten na 5 minuten hierheen te lopen. Iedereen was drijfnat natuurlijk. Hierheen te lopen. Toen kwamen we hier, toen hoorden we alleen maar bonks. En toen gingen we met de noodgang naar de bodem. En dan zijn we hier om hem te bergen. Het ziekenhuis is voor de meeste kinderen een spannende omgeving. Rustig in een wachtkamer of bij een patiënt zitten kan voor kinderen een hele opgave zijn. Speciaal daarvoor is kinderopvang beschikbaar in het kinderpark Meander. Hoe werkt het allemaal in dit kinderpark? Ria, het kinderpark, wat is dat precies? Het kinderpark dat is een opvang voor ouders die hier in het ziekenhuis een afspraak hebben of op bezoek gaan bij bekende of familie. En dan worden de kinderen hier opgevangen voor hooguit 2 uur. Hoe lang bestaat het al? Het bestaat vanaf het begin van dat het ziekenhuis is geopend. Dat is ruim 5 jaar. Met hoeveel vrijwilligers werken jullie en is er ook een speciale training voor? We werken hier met 2 vrijwilligers per dagdeel. Dus we hebben ongeveer zo'n rond de 20 vrijwilligers. En een training, we hebben een korte training gehad om dus met kinderen om te gaan en om kinderen op te vangen. En hoeveel kinderen mogen er naar binnen en van welke leeftijd? Er mogen rond de 6 kinderen naar binnen. Soms is het wel eens 7 of 8. Het ligt er een beetje aan de leeftijd. En de leeftijd is van 1 tot 6 jaar. En hoe lang mogen ze max blijven? Ze mogen hier 2 uur blijven, maximaal. Moeten de kinderen geregistreerd worden?
Ze moeten zeker geregistreerd worden. Het formulier wordt er ingevuld. En daar staat dus op de naam van het kindje en de leeftijd en de telefoonnummer van de ouders, heel belangrijk. En nog wat gegevens over eventuele allergie of wat dan ook. En de tijd dat ze komen, zodat we in de gaten kunnen houden of dat de ouders op tijd terugkomen. Moeten we vooraf gereserveerd worden? Nee hoor, dat hoeft niet. Het mag natuurlijk wel, want het kan wel, want dan noteren wij het in de agenda. Maar ze mogen gewoon zo binnenkomen. En als de ouders plotseling in het ziekenhuis moeten of wat dan ook, kunnen ze de kindjes gewoon langsbrengen. Het moet natuurlijk wel voldoende plaats zijn, want volgens... Nou zie ik achter mij een mooi groot scherm, de Kinemoto. Wat houdt dat in? De Kinemoto is een spelprogramma, scherm. En daar worden spelletjes op gespeeld. En daar kunnen kinderen interactief aan deelnemen. Dus bij wijze van springen en dan gaan de plaatjes verschuiven en al dat soort dingen. Er worden ook filmpjes opgedraaid en muziek opgespeeld. Zo, dat is gewoon eigenlijk om kinderen een beetje bezig te houden. En als ze soms moe zijn, dan vinden ze dat wel leuk om een filmpje te kijken. Dus dat wordt met dat Kinemoto bedoeld. En nou wordt het gesponsord, dit kinderpark, door het Dierenpark Amersfoort. Wat houdt dat precies in? Ja, het Dierenpark heeft het kinderpark vanaf het begin af aan gesponsord. Heeft het ook de inrichting gedaan, zoals je aan sommige dingen kunt zien. En het is eigenlijk zo'n beetje ook de bedoeling dat de kinderen, als de kinderen die komen, dat ze ook iets meekrijgen van het dierenpark. En misschien daar dan ook geënthousiasmeerd worden om naar het dierenpark zelf te gaan kijken. Dus het is een beetje van allebei de kanten, zeg maar, hè, dat wij er blij mee zijn. En het dierenpark, hopelijk. Zijn er, dat je weet, nog meer ziekenhuizen in het land die deze service bieden? Ja, er zijn wel een paar ziekenhuizen in het land. Het zijn er niet heel veel. Ik weet ook niet precies waar ze zijn. Maar er zijn wel meer ziekenhuizen met zo'n kinderopvang. Is het gratis? Het is gratis. Ja, het is gratis. We hebben wel een fooiepot. Dus als ouders zich geroepen voelen om dan toch daar iets in te gooien, dan is dat van harte welkom. En dat komt dan ten goede van de Stichting de Vrienden van Meander. Ja. Kun je spreken van een succes? Heel groot succes. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van het kinderpark. En en ouders zijn er ook super enthousiast over. Want ja, het is natuurlijk toch wel even prettig als je bij iemand op bezoek gaat die ernstig ziek is. En dat je dan even rustig met iemand kan praten. Of bij een afspraak bij een arts, dat je ook rustig op je gemak kan bespreken wat je wil bespreken. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Ja, heel graag, want er zijn altijd tekort aan vrijwilligers. Want ja, er zijn ook mensen die gaan op vakantie of die zijn ziek. Of er is wisseling van krachten. Dus ja, die zijn van harte welkom. Nou zijn we in een ziekenhuis, dus als er iets gebeurt, dan zijn er genoeg doktoren dicht bij de hand. Maar zijn de vrijwilligers ook aansprakelijk? Nee, wij zorgen dat de kinderen hier veilig zijn en dat proberen we zo goed mogelijk te doen en ten alle tijden. Maar vooralsnog blijven de ouders zelf verantwoordelijk als ze de kinderen hier brengen. En dat weten ze ook, want dat staat ook in de voorschriften. Wat vind je het allerleukste aan je werk? Ja, toch de omgang met de kinderen natuurlijk. Je hebt zoveel wisseling van kinderen en ouders. En je hebt ook iedere keer andere collega's. Dus dat maakt gewoon het hele plaatje is gewoon heel leuk om in het kinderpark te werken. Altijd vrolijk. En echt een hele leuke vrijwilligersbaan. Vanaf maandag 11 november kunt u in het gemeentehuis terecht voor de expositie Glass Art and Sculpture van Marion Schaap. Zij heeft een geheel eigen stijl in haar werk. Vooral de transparantie van glas zorgt voor een extra dimensie. Maandag 11 november werd de expositie geopend door de burgemeester. Tijmen was aanwezig. Ik vind het fantastisch dat Marion hier is, dat Henk hier is. Dat zij heel hard gewerkt hebben om een expositie, want dat was afgesproken, om dat te doen. En dan moet je dus ook dingen die je in je hoofd had, als die expositie komt of als de kunstroute komt, dan moet ik dat ook nog gaan doen. Want ik heb niet alles zomaar klaarstaan. Wel gedeeltelijk, maar niet alles is af. Ja, en als je dan ook nog eens een keer een periode in je leven hebt waarin het ook moeilijk is, ook in de familie, dan is het ook best wel lastig om dan die afspraken gestand te doen. Maar ja, dan kennen we Marion nog niet. Want die heeft dan zoiets van dat ze dan krijgt in haar, zeg maar dan ongeduld. Maar het moet aan de kant. Het zal gebeuren. En dat zal ze ook doen. En er zijn er ook altijd weer mensen om haar heen, zoals Henk, die dan zeggen rustig aan. Dat is ook belangrijk dat dat gebeurt. Maar ze had dit in haar hoofd.
En ze wist wat ze wilde laten zien aan ons. En daar heeft ze de afgelopen tijd, ondanks ook die tegenslagen, toch aan kunnen werken. En hier iets heel moois neergezet. Marion Schaap, kunstenares. Ja, Glass Art and Sculpture heet je tentoonstelling. Maar ik zie ook nog schilderijen zelfs. Ja, ja, ik kan het af en toe niet laten. Heb je de kunstroute even gemist, maar je haalt het nu weer volledig in door deze prachtige tentoonstelling. Hoe is het je dan weer allemaal gelukt? Ja, nou ja, familieomstandigheden, verdrietige omstandigheden hebben gemaakt dat ik de kunstroute even voorbij heb laten gaan. En deze afspraak met Peter stond al anderhalf jaar. En daar hebben we ons enorm voor ingezet om het toch voor elkaar te krijgen. En ja, ik ben heel blij dat het er nu allemaal hangt. En dat ik toch ook op die manier de expressie eraan kan geven. En het leven is heel kort. Dat heb ik dit jaar wel gemerkt. En dat we te volle mogen leven. En dat we ook te volle mogen liefhebben. En niet alleen de ander, maar ook onszelf. Dat vind ik wel heel mooi. Dat is eigenlijk wat ik met dit thema, of met deze stukken allemaal wil zeggen. Ja. Waar komt dan steeds weer die inspiratie vandaan? Ja, de inspiratie komt uit het leven en alles wat we meemaken. Dus ja, en er gebeurt een heleboel om me heen. Ik kom uit een groot gezin, leef in een mooi dorp hier. En zelf ook een aantal kinderen waarvan alles wel en niet gebeurt. Dus altijd eigenlijk, als je bereid bent om te reflecteren, om te kijken wat gebeurt er nou echt. Bereid bent naar jezelf te kijken, bereid bent om verder te kijken naar de ander, wat gebeurt daar. Dan denk ik dat er altijd inspiratie in het leven zit. Ook heel mooi, een mooi drieluik. Over ook drie generaties, hè? Ja, drie generaties. Mijn moeder en nou ja, mezelf als 19-jarige, toen vond ik het nog wel acceptabel om te schilderen. En een mooie dochter, ja. Dus ook behalve het mooie glaswerk en het beeldhouden heb je ook nog volop die schilderkunst alweer tentoongesteld. Achter ons ja, een heel bijzonder werk. Ja, de koningin van Egypte, de Nefertiti. En ja, ja, het koning zijn en prinses zijn in onszelf. Hè, dat we dat mogen zoeken, dat we eigenlijk veel meer kunnen dan dat we denken. Ik denk dat het dat ook mij vertelt. Laten we zo zeggen, ik stop iets in een kunstwerk, maar het kunstwerk geeft ook altijd wat terug aan mij. En dit is wel echt hoe ik die boodschap terug heb gekregen. Durf te stralen, durf je dromen waar te maken. Durf het leven te leiden wat je graag wil. Daarnaast heb je natuurlijk een atelier waar je les geeft, Atelier Bunschoten. Kunnen daar nog leerlingen terecht, Marion? Ja, er kunnen nog leerlingen terecht. Vooral het beeldhouden is heel erg in trek. En dat is ook, er zijn plaatsen vrij. Wanneer vindt dat plaats? Op de woensdag. Woensdagochtend en woensdagavond. En als er mensen in glas geïnteresseerd zijn, dat lijkt me dan wat moeilijker, hè? Glas, hè? Glas is inderdaad wat lastiger. Maar ik ben wel van plan om in het nieuwe jaar 2020 te gaan experimenteren. Om glas en lood cursussen te gaan geven. En misschien door voortvloeiend glas schilderen en glas fusion. Ik zou zeggen, heel veel succes. En waar is het, tot hoe lang duurt de tentoonstelling? En waar is het? De tentoonstelling is hier in het gemeentehuis van Bunschoten-Spakenburg. En die duurt tot en met 7 januari. Dus kunt er nog een tijdje van genieten. Iedereen kan gewoon hier binnenlopen in het gemeentehuis, toch? Ja, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis is de expositie vrij toegankelijk. Vrijdagavond werd in de Maranatenkerk het boek Slank, Slanker met de Lijnclub van Heske van Diemen en Arienne de Jong gepresenteerd. Het is een bijzonder boek geworden, vol tips, herkenbare situaties en humor. Zo, dus nou, van harte gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Oké. Nu mogen wij nog. Bedankt voor de mooie woorden, Merle en Maria. Ja, ook van mijn kant super tof dat jullie er zijn. Echt heel veel mensen zie ik. Heel erg leuk. Ja, echt een avontuur geweest voor ons. We zijn ergens ingestapt waar we totaal geen verstand van hadden. Een boek schrijven, hoe doe je dat? Nou, eigenlijk zijn we gewoon bij elkaar gekomen en hebben we het uit enthousiasme. We hebben een plan bedacht. We hebben het gehad over hoofdstukken, over wat willen we vertellen, wat niet. Wat willen we laten zien? Welke mensen willen we daarvoor vragen? Ja, er is zoveel gebeurd. Dat beschrijven we ook in het boek. Daar zullen we straks ook wel wat over vertellen. Maar eigenlijk zijn we heel erg dankbaar dat we het hebben mogen doen. Dat we een goede begeleiding hebben gekregen vanuit de uitgever. Ja, het was vooral super tof. Dat spreek ik over jou. Emotioneel was het. Het was hilarisch. Eigenlijk alles. En ja, we hopen gewoon dat jullie het boek willen lezen en dat je jezelf erin kunt herkennen, ons, dat je er wat aan hebt, een tip of een lekker gerecht. Dat je het weg durft te geven, want het is niet alleen per se om heel veel af te vallen, maar ook om gewoon een gezonde levensstijl te ontwikkelen. En misschien doe je dat al en kun je juist wat meer tips of gerechten gebruiken. We willen heel graag allebei een stukje voorlezen, iets wat ons aanspreekt. En de rest mogen jullie zelf lezen. Geen discipline. Ze zei het echt. In de sportschool. Vlak na het sporten. We zaten met het zweet op ons voorhoofd te puffen. Van een spinningles van Christine. En vielen zo wat van onze stoel. Want degene die het zei was vrij slank. Knap. En ze heeft echt een prachtig lijf. Eet je ook al chips? Vroegen we vervolgens nogal verbaasd. Dat hadden wij ook een periode geprobeerd. En dat leverde om toen nog beter te blijven. Nou ja, het was onder blikken bloot. Ook wel geen zweet meer had ze. Ja, elke avond een handje en dan gaat de zakje dicht. Wanneer ben je tevreden? Dat is geen luchtige vraag met een standaard te geven antwoord. Het is een gevoelig onderwerp dat bij de meeste mensen te dichtbij komt. Zeker in een proces van gewicht verliezen. Het is bij ons ook vaak het gespreksonderwerp. Heel zwart-wit gezegd ben je dus niet tevreden. Als je gewicht wilt of moet verliezen. Dat kan overigens vele oorzaken hebben. Je bent niet tevreden met bepaalde delen van je lijf. Of het overgewicht geeft je ongezonde complicaties aan je lichaam. En als je dan aan de slag bent gegaan en je hebt mooie resultaten geboekt, wat dan? Wat als je doel behaald is? En wanneer is het goed? Het is heel belangrijk om alle tussentijdse behaalde doelen al tevreden te zijn. Eske en Ariëne, alvast gefeliciteerd met het nieuwe boek, hè, want het wordt gepresenteerd. Waarom dit boek, Ariëne? Oh, waarom het boek? Ja, het boek vooral om mensen te helpen. Ja? Ja, het eerste uitgangspunt is, er werd veel aan ons gevraagd. Van, nou, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Ja, en het is een heel traject dan vooraf, maar de kern blijft, lees het en ga aan de slag. Leuk ja, boek. Ja. Ja, er staat met grote letters, samen vielen zij meer dan 100 kilo af. Hoe mag ik vragen hoeveel dat per persoon was? Nou, ik ben uiteindelijk iets meer dan 45 kilo afgevallen. Ongelooflijk. Ja, ja, inderdaad. En dat we er uiteindelijk dus een boek over mochten schrijven. Ja. Voor ons echt een avontuur. Ja. Maar tof dat het helemaal gelukt is. Ja. Ja. Nou, dan moeten jullie ook het geheim nu even verklappen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wat is het geheim? Het geheim staat in het boek. Ja? Ja. Ja, maar een tipje van de sluier. Een tipje van de sluier is doorgaan. Ja? Ja. Volhouden, ja, doorgaan. Ja, ja. Maar iedereen die een beetje te dik is, of erg veel te dik is, die heeft 80.000 lijnpogingen gedaan. Hoe is het jullie? Ja, hoe is het jullie gelukt? Nou, uiteindelijk, ik heb dus inderdaad ook heel veel lijnpogingen gedaan in mijn leven. Ook wel met resultaat hoor. Maar de kilo's wisten mij altijd weer terug te vinden. Het staat ook beschreven in het boek. Maar ik kreeg een appje van Ariëne van doe je mee? Want ik begin een lijnclubje, laten we het met elkaar doen. En dat, ja, dat is voor mij echt, dat heeft echt geholpen. Met elkaar doen, een stok achter de deur, dat kan ik plezier ook. Ja, plezier. Lachen, ja. Veel, ja.
Ja, ja, maar dat staat ook, hè, herkenbare situaties, humor. Noem eens wat, wat is nou humor? Want het lijkt me pure ellende, steeds aan het lijnen zijn. Ja, nee, het is niet pure ellende. Het kan ook echt heel mooi zijn en het is echt een uitdaging. En elke dinsdag spraken we af en dan stonden we in de onderbroek. Ja. En dat is ook al gewoon humor. Ja. En ik was natuurlijk net bevallen, dus we stonden altijd bij de box van Joep. Hè. Die lag er dan als een lekkere mollige baby te spartelen. Ja, de weegschaal ervoor. En dan gingen de kleren uit en dan gingen we in de onderbroek op de weegschaal. Ja, dat zijn ook hele kostbare momenten. Ja, zeker. Dus je lacht met elkaar. Ja. Het is pittig, ja. Ook als je het niet afvalt. Maar dan ja, gebeurt dat ook wel, dat, ja. Dat je aankomt zelf. Ja, zeker, ja, dat we een gezellige avond hebben gehad. Maar dan zeiden we ook tegen elkaar, het was gezellig. En nu is het weer hup normaal. Ja. Ja. Dat is de kunst, niet erin blijven steken. Nee. En we hebben gewoon ja, ook heel veel plezier gehad. We hebben echt wel lief en leed gedeeld. In onze levens is ook veel gebeurd. En ja, ook steunen. Ja. En ook van hup, blijf niet in je emotie, lekker doorgaan. Of samen even een wandeling, goed doorpraten. Ja. Ja, dat is dus ook heel belangrijk, dat je het kan uiten. Hè? Ja. Zeker als je bijvoorbeeld een emotionele eter bent. Of dat je, ja, dat je eten daaraan linkt. Dat het gewoon fijn is om te sparren met iemand. Die dan zegt van, hé, niet, doe niet. Kom, we gaan wel lopen. Of neem een glas water. Ja. Hop. En dat is ook niet altijd, weet je, dat gaat niet altijd goed. Want soms dan duik je toch de voorraadkast in. En dan heb je toch weer een reep chocola op. Maar dan is het net wat je de volgende dag doet. En wij zijn er echt van overtuigd dat het belangrijk is om... om dan echt weer opnieuw te beginnen. En dat geeft je een goed gevoel. Want uiteindelijk is als je dus kilo's afvalt en je voelt je lekkerder, fitter, gezonder. Ja, dat gevoel is fijner dan overmatig eten. Ja. Maar zijn jullie nou je hele leven toch wel aan het lijnen? Ja, wij zeggen wel eens, we hebben levenslang. Ja. Ik was vroeger in ons gezin ook wel de molligste. Oh ja? Ja, en ik voor mijn gevoel moet ik wel altijd opletten. Ja. Ja, je hebt altijd zo'n domme uitspraak, hè, van iemand eet een zak chips en ik kijk ernaar en dan zit het al aan mijn heupen. Maar, maar het gaat uiteindelijk om, kijk, die lekkere trek, die moet je ook kunnen weerstaan. En dat moet je kunnen vertalen. We houden ervan, maar die moet je ook vertalen. We houden van een reisbol. Houden van. Ja, maar dat kun je niet elke dag eten. Nee, verstand. Je moet echt je verstand gebruiken. Zou het wel kunnen, hoor. Ja? Maar je moet dat niet meer willen. Nee. Die discipline, die hebben jullie nu. Ja. Dat hebben we door elkaar wel geleerd, zeker. Ja, zeker, absoluut. En het is, je moet niet je kop in de zand willen steken. Genieten met mate, dat doen die slanke dames ook. Die genieten met mate. En wij houden eigenlijk, kijk, we hebben ook heel erg lekkere affiniteiten met Heid. Of met Jan Achel of met Koek. Of met, we houden er ook van. We houden ervan. Nou dames, het moment is bijna daar. Succes. Dankjewel. En hou het zo, twee mooie dames. Ja, dankjewel. En gefeliciteerd met het mooie boek. Dankjewel, leuk dankjewel. Dat jullie er waren. Ja, dankjewel. Zaterdag 9 november was voor de bewoners van appartementengebouw Urk een grote dag. Eindelijk werd hun nieuwe gebouw geopend en nog belangrijker, er was een open dag. Bewoners en leidinggevenden maakten er een feestje van. Na de openingsspeeches werd aan de voorkant van het gebouw door bewoners van alle vier de afdelingen een ballon kapot geprikt, waarna de opening een feit was. Iedereen van harte welkom hier in Urk, bij het gebouw Urk. He, vandaag is een hele bijzondere dag waar we heel lang naar uitgekeken hebben om het gebouw Urk officieel te openen. He, en dat doen we samen met alle bewoners. He, praktisch gezien, we gaan even wat kleine toespraakjes houden. En als dat afgelopen is, gaan we met alle bewoners naar de voorkant, naar de voordeur van het gebouw. En daar zal de officiële openingshandeling zijn. En dat zal ook echt door iedere groep gebeuren. We hebben ervoor gekozen om niet iemand speciaal ervoor aan te wijzen, maar om juist de bewoners centraal te stellen. Zoals we dat eigenlijk gewend zijn bij Sprank. He, Sprank is een organisatie die echt zegt de cliënt centraal. We willen de zorg bieden die zij nodig hebben en we doen dat vanuit onze christelijke identiteit. En daar zijn we heel dankbaar voor dat dat ook kan en dat dat mag. Deze week heeft iedereen in het dorp een mooie sprankel gekregen. En ik zou zeggen, ik hoop dat iedereen hem gelezen heeft. Nou, om mijn welkomstwoord eigenlijk af te sluiten, wil ik een zegenbede uitspreken. En die heb ik op een mooie plank gekocht. En ik denk dat het ook goed is dat we die op een mooi plekje neerhangen. Kunnen we het ook als een gedenksteen zien. Ja, dat de zegen van de Heere altijd door zal gaan. Zolang we hier mogen wonen als Sprank met onze bewoners, dat de zegen door mag gaan van de ene bewoner op de andere bewoner, maar ook van de ene begeleider op de andere begeleider.
Er staat: de Heere zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heere zij naast u, om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heere zij achter u, om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heere zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heere zij in u, om u te troosten als u verdrietig bent. De Heere zij om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heere zij boven u, om u te zegenen. Mogen God zich over u ontfermen, nu en altijd. He, en dat wil ik gewoon in iedereen meegeven. De opening is geweest. Hoe voel je je? Ja, geweldig. Blij. Dankbaar. Ja. Er staan zoveel mooie dingen. Hè. Het is de afdeling straal, juich. Twee mis ik er, denk ik. Geniet en lach. Ja, echt mooie, vrolijke namen. Ja. Want?
Ja, omdat Sprank daar ook voor staat, weet je. Sprank wil sprankelende zorg bieden. En dat is gewoon ja, vanuit ons hart. En ik denk dat die namen ook dat echt aangeven, zeg maar. Hoe wij als sprankende mensen erin willen staan. Ja. Ja, en dat merken ze ook, hè? Want ik zie dat ze allemaal zo gelukkig zijn. Heel gespannen natuurlijk. Ja, is natuurlijk heel spannend zo'n dag, hè. En daar kijken ze al zo lang naar uit. En maar nou, alle organisatie eromheen, dat ze straks allemaal in hun kamer komen kijken, is natuurlijk heel leuk, maar is ook spannend. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Nou, hebben we net het lied gezongen, hè? Het begon allemaal op 3 juni. Toen was er nog een bende hier en toen konden ze eigenlijk hun ei niet kwijt. Hoe is die periode geweest? Een beetje dubbel. Aan de ene kant keken ze natuurlijk heel erg uit naar wat er kwam. En aan de andere kant, een verhuizing is altijd heel intens, zeg maar. Dat is je oude plekje verlaten naar een nieuwe plek toe. Dat is een kwestie van wennen. Ook je spulletjes, wat neem ik mee, wat neem ik niet mee. Nieuwe spulletjes aanschaffen, nieuwe begeleiding erbij. Dus alles was wel heel anders. En dat maakt het wel aan de ene kant heel blij voor ze. En dat merk je ook aan ze, weet je, dat ze het echt heel, heel leuk vinden. Maar aan de andere kant... ook, nou ja, ook wel die spanning. Te veel onrust. Ja. Maar als ik dan zie, zeg maar, we zijn in juni verhuisd. En dan de periode zoals we er nu al zitten. Ja, vind ik gewoon dat het supergoed gaat. Ja. Echt waar. Ook gewoon de groepen, weet je, de groepen zijn wel samengesteld. Van mensen vanuit de Schans, met nieuwe mensen erbij. Nou, ik kan zeggen, iedere groep, dat draait gewoon goed. En ook begeleiding. Gewoon oude collega's met nieuwe collega's. Ja, dat is echt fantastisch om te zien. Wat houdt die begeleiding nou eigenlijk precies in? Begeleiding, ja, je moet het eigenlijk zien dat je aanwezig bent op een groep en dat je probeert dat iedereen de begeleiding en de zorg nodig krijgt wat hij of zij nodig heeft. En dat kan heel divers zijn. Het is echt maatwerk. Ja, de ene groep is zelfstandiger dan de andere groep. En bij de ene heeft de ene heeft ook soms een lichamelijke verzorging nodig. De andere is het echt gewoon begeleiden met je handen op de rug. Dat je gewoon vraagt van, nou, wat kan je zelf en waar kan ik je bij ondersteunen? Dus dat is heel wisselend. Stond ook dus in dat is voor de begeleiding ook heel een leuke uitdaging van, hoe doe je dat? Precies, je weet nooit precies hoe het zal zijn. Ja. Maar dat stond ook in die krant, de leuke krant trouwens, compliment. Ja. En dat ze gewoon proberen en het ook zo leuk vinden dat ze zelfstandig wonen. Ja. En dat proberen we ook, weet je. We zeggen ook wat ze kunnen. Dat willen we sowieso behouden. Degene die nog leren kunnen, willen we laten leren. En degene, ja, we hebben ook best wel diverse cliënten die al wat ouder zijn. Dan probeer je te laten behouden wat ze nog kunnen. Weet je, dus die hebben een andere wens als de jonge cliënten die naar binnen komen. En ja, die komen soms net van huis af. Maar die kunnen nog leren wassen, soms zelf leren koken. Nou, je kan nog veel meer dingen bedenken. Ja. Mooi. Succes en een heel mooie tijd hier. Ja, dankjewel Amy. Ja. In Spakenburg Nu zag u vandaag Gezonken Sloep. Opening Urk. Presentatie De Lijnclub. Expositie Marion Schaap en Kinderpark Meander. Voordat u op zaterdag weer een nieuwe aflevering van Spakenburg Nu ziet, is er op donderdag in plaats van BU1 Politiek een ander item. Op vrijdag Los Sportcafé. U kunt dit programma tot 11 uur op Los TV bekijken en natuurlijk op uw eigen moment op YouTube en op Facebook. Wij wensen u nog een heel fijne dag.